winter zult u vaak gewoon binnen blijven, maar als u in het voorjaar, zodra de temperaturen wat hoger worden en het zonnetje gaat schijnen, in uw tuin komt en denkt van ja, daar mag wat aan gebeuren, daar kan ik u advies over geven in deze video. Hier ziet u de groene algen, wat groen uitgeslagen klinkers, met daartussen de mossen. Probeer niet te experimenteren met goedjes zoals chloor of azijn en noem maar op wat er in grootmoeders kastje kan vinden. De klinkers kunt u schoonmaken met het middel Algades. En haal je ze niet weg, dan groeien straks weer nieuwe mossen bovenop. Belangrijker is nog dat u eerst gaat zoeken naar de oorzaak. Waarom wordt het groen? Algen hebben water nodig om te kunnen aanslaan, om te kunnen groeien op uw tegels. En in de winter zal het wat minder warm zijn en het water wat minder gauw verdampen. Het kan ook zijn dat het zandbed nat is en dat de tegels het vocht opzuigen, waardoor ze ook snel en lang nat blijven. Dan is het zaak om dat te draineren. Er wordt vaak een hoge drukreiniger toegepast op de tegels. Er zit een klein maatje aan. U spuit de poriën nog verder open. De voegen zult u leeg spuiten. Dat spuit ook alle kanten op. Bovendien zult u niet alles weg kunnen krijgen, zoals schimmels. Om uw terras in de winter schoon te krijgen, is het heel eenvoudig een straatbezem pakken en u kunt uw terras daarmee schoonmaken. Zorg bij het vegen dat u alle blaadjes weghaalt. Bladeren die blijven liggen, zullen tijdens het rottingsproces een plek, een afdruk van een blad achterlaten. Een keer in de week even een bezem eroverheen en u zult zien dat het ook minder snel groen wordt. Ook voor tuinhout, zoals een tuinhuis of schuttingen, is onderhoud nodig om het netjes te houden. U zult zien aan de noordoostkant dat het daar nogal makkelijk vies wordt. Dit kunt u simpel met water en een doek of een spons schoonmaken. Op het zuidwesten gelegen zal er wat minder stof op zitten, omdat daar de wind en de regen het regelmatig dus schoonmaakt. De wind die komt vanuit het zuidwesten hoofdzakelijk en zal daardoor ook wel wat sneller slijtage geven aan het hout. Die dient u dan ook vaker te schilderen aan die kant. Net als bij een terras is het verstandig om geen hoge drukreiniger te gebruiken. Het beste kunt u gewoon bijten of olie.